Oké, welkom terug allemaal. Vandaag een video waarin ik vooral mijn excuses wil aanbieden voor de kwaliteit van het geluid in de vorige twee video's. Dus de mensen die mijn video's bekijken, die mij volgen, die zullen gezien hebben dat eigenlijk in de laatste twee de kwaliteit van het geluid ronduit slecht was. En ik ben er ondertussen achter hoe dat komt. En in deze video zou ik graag bespreken wat dat de instellingen waren, de verkeerde instellingen die ik gebruikt heb, die dat slechte geluid veroorzaakt hebben. Nu, om dat te bespreken, moet ik eerst en vooral uitleggen welk materiaal ik gebruik. Ik gebruik een Sony Alpha 7. En tot voor kort, dus tot voor de laatste twee video's, de laatste twee vorige video's, heb ik altijd de interne ingebouwde microfoon gebruikt voor het opnemen van geluid. En die volstaat, in zekere zin volstaat die, zolang dat je werkt in een gecontroleerde omgeving. Dus een situatie waarin dat je geen achtergrondgeluiden hebt die storen, geen wind en zo meer. Als je echter van zodra dat je buiten wilt gaan opnemen, zul je merken dat ook die ingebouwde microfoon van de Sony Alpha, ondanks dat, dat ik daar vrij goede resultaten mee behaald heb in het verleden, zul je merken dat die buiten ook totaal tekort komt. Dus ik was op zoek naar een alternatief, een externe microfoon die dat probleem zou oplossen. En ik dacht, ik heb dat gevonden in de Rode VideoMic Pro Recode versie. En er zijn eigenlijk dus een vrij eenvoudig microfoon. Je hebt twee knoppen, dus twee instellingen. Achteraan op de microfoon. Ik ben er toch in geslaagd om die twee instellingen verkeerd in te stellen, waardoor ik tot het verkeerde geluid van de vorige video's kwam, of het slechte geluid van de vorige video's. En dan heb ik ook nog een derde fout begaan waarmee ik deze video zal afronden. Dus eigenlijk de twee knoppen, dus de twee instellingen die er zijn op de Rode VideoMic Pro zijn. Je hebt de aan-uit knop en die heeft een derde stand, dus je kan die op on zetten, je kan die op off zetten, of je kan die op high filter. High pass filter zetten, dat is een derde stand. En als je zelf een hoofdtelefoon gebruikt terwijl je opname maakt, dan kan je heel snel horen zelf dat het verschil tussen de high pass filter voor situaties zoals deze, waarbij je in de microfoon praat, voor een dialoog, dat eigenlijk de high pass filter onmisbaar is. Dus die gaat eigenlijk de kwaliteit van je video sowieso enorm gaan verbeteren door de lage geluiden, de storende geluiden zoals windruis, machines die werken op de achtergrond en dergelijke meer, door dat allemaal weg te gaan filteren. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus de eerste fout die ik begaan had, was eigenlijk het niet selecteren van die high-pass filter. Dus gewoon inschakelen van de microfoon zonder die high-pass filter in te schakelen. Dus dat heb ik in deze video opgelost. Dan de tweede fout die ik begaan heb, was eigenlijk als betrekking tot de tweede knop. Daarmee kun je het volume van de versterker gaan instellen. Dus het is zo dat de Rode VideoMic Pro geeft een ingebouwde versterker, een geluidsversterker, die het geluid gaat versterken dat naar de camera wordt verstuurd. En dat is een verschil al meteen met de Rode VideoMic Go bijvoorbeeld, die versterker niet heeft. Nu, dat wil zeggen dat de Rode VideoMic Pro ook een batterij nodig heeft, een voeding, een 9 volt batterij. En je kan die instellen op, dus je hebt op die knop opnieuw drie standen. Je hebt de min 10 decibel, de 0 decibel en de plus 20 decibel. Dat zijn de drie opties. En ik had die in mijn vorige video's op min 10 decibel gezet, omdat ik vrij dicht op de microfoon werk. Ik zit op een armlengte, iets meer dan een armlengte afstand tot de camera en de microfoon. Maar omdat ik dat geluid zo weinig versterkte in de microfoon zelf, moest eigenlijk de camera meer het geluid gaan versterken. En de versterker in de camera is over het algemeen van minder goede kwaliteit dan de versterker in de microfoon zelf. Dus opnieuw meer ruis in het geluid. De oplossing daar is heel simpel. Opnieuw in plaats van min 10 decibel kies ik dan, in dit geval heb ik gekozen voor 0 decibel. Ik kan ook plus 20 decibel. Maar omdat ik heel dicht op die camera zit, op die microfoon zit, denk ik dat in mijn situatie de 0 decibel wel volstaat. En dan in de instellingen van de camera zelf is het belangrijk dat je in plaats van autolevel, ik had zelf autolevel geactiveerd, en dan gaat hij zelf op zoek naar een aanvaardbaar niveau, zonder dat het geluid piekt. Maar het is eigenlijk beter dat je gaat naar een manuele instelling, tenzij dat je continu wisselende volumes hebt, dat is een andere situatie. Maar in een volume dat vrij continu is, zoals een dialoog opnieuw, dan volstaat het eigenlijk om naar een manuele instelling van volume te gaan. En dan heb ik zelf gekozen, op dit moment werk ik met level 6. En dan het laatste probleem wat ik eigenlijk zelf had veroorzaakt, was in de verwerking van de video achteraf op de computer had ik gemerkt dat het geluid niet echt ideaal was, dat er vrij veel ruis, dus door de foute twee instellingen die ik eerder besproken had, had ik vrij veel ruis in mijn video. En dan heb ik dat proberen oplossen met een filter toe te passen op de computer, dus bij de videobewerkingssoftware, voor stemverbetering. En inderdaad, het geruis werd iets minder, maar wat ik niet had gemerkt, is dat eigenlijk door die filter ook het geluid meer ging pieken. En dat is eigenlijk wat we gehoord hebben in de vorige video.
slechte geluidsopname. Dus, om kort samen te vatten, wat is de oplossing geweest? Dus wat heb ik gebruikt voor deze video? Ik heb de high-pass filter, of nee, beter de low-pass filter heb ik ook geactiveerd. Dus om minder ruis in mijn opname mee op te nemen. Dan heb ik de versterker van de microfoon opgedreven, dus naar 0 decibel in mijn situatie, maar die zou die even goed op 20 decibel, plus 20 decibel kunnen instellen. En daarmee samenhangend heb ik dan het level van de versterker in de camera van automatisch naar level 6 manueel ingesteld. En als laatste zal ik het geluid in mijn videobewerkingssoftware geen filter niet meer toepassen voor het verwijderen van die ruis. Zo, bedankt voor het kijken en tot de volgende video met hopelijk opnieuw weer correct geluid.